Maar dat was met maizena en ja, dat was dus iets anders, zeg maar. Dus nu ga ik het op een andere manier doen. En ja, dus als je geen maizena in huis hebt, kan je dit gebruiken. Dus ja, laten we beginnen. Dit heb je allemaal nodig. 5 eieren, een beetje zout, 150 gram bloem en 150 gram suiker. Oké, als eerst gaan we de eieren hierin doen en de suiker en de zout. En dan gaan we dat heel, zeg maar heel lang mengen. Zodat het wat lichter wordt en ja, dat er ook wat lucht in komt, zeg maar. Dus ik doe eerst even de eieren erin. En het doet dus niet alleen het eiwit of zo, gewoon heel de eieren. Ja, dus dan ga ik dat nu ook met de rest van de eieren doen. Oké, de eieren zitten erin. Trouwens, ik gebruik dan natuurlijk deze suiker. Maar ja, je kan ook gewoon kristalsuiker gebruiken. Dat is eigenlijk... de normale suikers zoals bij dit recept. Maar ik vind deze suiker gewoon veel lekkerder. En die hadden we nog in huis. Dus ik gebruik gewoon lichtbruine bastardsuiker. Dus die doe ik nu erin. En dan gaan we dit heel luchtig... Oh. En dan gaan we dit nu heel luchtig zeg maar mixen. Dus dat duurt dan wel wat langer. Maar ja, dan is het toch wel veel lekkerder. Mijn deeg is klaar. Het ziet er zo uit. Kan ik het een beetje kunnen zien. En ja, dat doe ik dus nu hierbij. Ik heb ongeveer, ja, denk 10 minuten heb ik het gemixt op een hoge stand. En ja, dan doe ik dat dus nu hierbij. En dat doe ik gewoon best wel voorzichtig op zich. Zo. Zo, en waarschijnlijk denk je van, dit is toch helemaal niet luchtig, het is helemaal vloeibaar. Maar als het dus met het bloem mengt, dan is het als het goed is best wel luchtig. Natuurlijk niet helemaal geweldig, maar toch wel iets. De oven was trouwens ook al voorverwarmd op 160 graden. En ja, ik ga dus nu het beslag ga ik hierin doen. Ik heb al de randen heb ik al besmeerd met boter en daar een laagje bloem overheen gedaan. En ja, dit heb ik dus gewoon met bakpapier gedaan. En dan ga ik deze dus nu vullen. Zie dat er toch nog wel een aantal klonten in zitten. Dus dat ga ik even nu gewoon in deze bak goed doen. Zo, dit maak ik even goed. Zo, ik vind het niet heel erg met klonten. Dus ik hou het gewoon even zo. En dan gaat hij nu in de oven voor 40 minuten, dus op ja, 160 graden. Dan zie ik jullie zo meteen terug als hij klaar is. Dit is de taart dus geworden. Ik heb al met een satéprik er doorheen geknipt. Hij is dus helemaal schoon. Dus dat betekent dat de taart ook gewoon goed is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!